Ik haat school. Ik haat rekenen. Stel dat niet. Doei, doei, doei. Wat is dit nou? Die ding dan. Stel dat vraag. Van school af. Nu. We willen je nooit meer zien. Ja, wacht op mij. Na het incident op school was er thuis bij Stella een vergadering met Stella, haar moeder en vader, de ouders van Jacco, Jacco zelf, Stella en een groepje experts. De moeder van Stella was erg overstuur. Lieve Stella, waarom doe je nou zoiets? Ik haat regels. Maar Stella, op school moeten nou eenmaal regels zijn. Ja, dat weet ik wel, Jacco, maar ik heb er gewoon echt geen zin in. Lieverd, zeg jij er nou eens wat van? Schat, ik heb toch al die experts al geregeld? Als ik haar zo observeer, zie ik wel dat ze wel een beetje verwend is. Ja, die diagnose heb ik ook zo gesteld. Welke diagnose? Wat is, weten jullie al wat er met mijn allerliefste Stella aan de hand is? Het zou misschien de ziekte van ABCDEFG kunnen zijn. Wat bedoel je met die ziekte? Dat houdt in dat ze heel slecht tegen regels kan. Is er dan wat tegen te doen? Ja, we zijn eruit. Vertel! OBS Drakeneiland. OBS Drakeneiland? Wat is dat? Een speciale school zonder regels. Een school zonder regels? Dat klinkt perfect. Wat bedoelt u geen regels? Voor een kind dat leidt aan ABCDEFG is een school zonder regels heel erg belangrijk. Maar Jacco, je hebt toch geen problemen met regels? Maar waar Stella naartoe gaat, ga ik ook naartoe. Maar wat vind jij ervan, schat? Nou, als hij dat wil, gaat hij ook maar gewoon naar OBS Drakeneiland. Oké, dan gaan we naar OBS Drakeneiland. En daar was het beroemde OBS Drakeneiland. De school waar kinderen de baas zijn. Ja, ik kan de borstel hebben. Jongelui, we hebben een afspraak met de directeur. Weet jullie waar hij is? Weten jullie wie de directeur is? Ja, dat weet ik wel. Dat ben ik namelijk. Huh? Ben jij de directeur? Ja, en ik ook. En ik ook. Ja, en ik ben de directeur. En ik ook. En ik ook. En ik ook. Hè? Ik snap het niet. Zijn ze allemaal directeur? Wat een leuke grap. Kunnen jullie ons niet even naar de echte directeur brengen? Op OBS Drakeneiland zijn de kinderen allemaal de baas. De kinderen de baas? Komen er nieuwe kinderen? Ja, dat klopt. Dit is onze zoon Jacco. En dit is onze lieve Stella. Nou Jacco en Stella, kom maar verder dan. Al snel werd duidelijk dat dit geen normale school was. Oh, ouders mogen hier niet naar binnen. We kunnen onze lieve Stella toch niet alleen laten? Stella! Stella en Jacco kregen een rondleiding op hun nieuwe school. We hebben op Drakeneiland 2 kampen. De ene is wat wild, de andere is wat rustiger, maar ze stellen zich zo meteen voor. Kom maar even mee. Nieuwe leerlingen moeten gelijk een keuze maken bij welk kamp ze willen. Kamp 54 staat er al helemaal klaar voor, zoals je ziet. En waar is dat andere kamp dan? Ja, die zullen waarschijnlijk weer iets later zijn. Waar blijven ze nou? En dat is dus kamp Petito. Interessant. Kamp 54 was vernoemd naar de 54 artikelen uit het kinderrechtenverdrag. En kamp Petito was vernoemd naar een sterke, beroemde gorilla-leider. Wij zijn kamp 54 en wij hebben 54 regels. Wij vinden regels belangrijk, want die scheppen orde. 54 regels, dat is veel. Zo, en wij zijn dus kamp Petito en wij maar één regel. Het recht van de sterkste! En, hebben jullie al een keuze kunnen maken? Ja, we weten het wel hoor. Jacco en ik gaan naar kamp Petito. Nou, ik wil liever naar kamp 54 gaan hoor. Echt waar, met al die regels? Kort bespraken de twee vrienden wat ze wouden doen. En waren er al snel uit. Prima Stella, dat doen we. De nieuwe leerlingen hebben een keuze gemaakt. Ze kozen elk een ander kamp. Maar vonden dat niet erg. In de pauzes zouden ze elkaar dan wel zien. Stella werd als eerste meegenomen naar de leiders van kamp Petito. Ik geloof dat er vandaag nieuwe kinderen komen. Nou, hier zitten onze almachtige grote leiders. Hallo almachtige leiders! De enige regel die we hier dus hebben is dus het recht van de sterkste. Maar ik ben wel zo sterk, dus hoor ik nu bij de leiders? Dat zeggen ze allemaal dat ze sterk zijn, maar dan ben je nog geen leider. Je moet onderaan beginnen.
dus begin maar met de wc schoonmaken met deze tandenborstel. Hoe lang duurt dat dan? Nou, een paar jaar en dan kijken we verder. Als het zo moet, ga ik wel naar huis. Maar naar huis gaan, dat kan nu niet meer. Dus dat wordt wc schoonmaken. Die dacht zo even leider te kunnen worden. Echt niet. Stella had het niet makkelijk en moest ineens allerlei rotklusjes uitvoeren. Gadverdamme. Eeuw. In de pauze ga ik gewoon naar huis. Alleen onze leiders hebben pauze, eigenlijk altijd. Dus reken er maar niet op dat je nog ooit naar huis gaat. Jacco werd in kamp 54 ook rondgeleid. En dit is nou kamp 54. En dit zijn onze belangrijkste regels. In plaats van sterke leiders hadden zij gekozen regelaars. Ja, wij zijn dus de regelaars. En elke maand worden wij hier verkozen. Waar hebben jullie het nu over eigenlijk? We gaan beslissen of we om 8 uur of om 8:30 naar bed gaan. Hè? Maar blijven jullie hier dan ook slapen? Niet alleen wij, maar jij ook, Jacco. Ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon 's avonds naar huis gaan. Jurgen, mag je gewoon naar huis gaan? Maar waarschijnlijk bij Campo Rito niet. Stella! Stella smeekte bij de leiders om naar huis te mogen. Alsjeblieft, laat me nou naar huis! Maar mocht niet. Daarom kwam Jacco alleen naar buiten. Jacco! Jacco! Waar is Stella? Stella zit in Campo Rito. Campo Rito? Wat is dat nou weer? Campo Rito klinkt heel leuk omdat ze maar één regel hebben en dat is de rechts van de sterkste. Daarom koos Stella voor dit kamp, maar ze mag nu niet meer weg. Dat is vreselijk! Maar ik heb al een oplossing. Echt waar? Wij hebben vroeger in dat gebouw gewerkt. Wij weten namelijk de geheime ingang. Nou, kom mee dan, we gaan hier niet zonder Stella weg. De directie van Stella's oude school wilde haar nog één kans geven en waren daarom meegegaan. Kijk, ik heb de sleutel nog. Alsjeblieft, laat me nou naar huis. Jij gaat nooit meer naar huis. Stop! Op Drakeneiland mogen helemaal geen ouders. Jullie moeten weg. Maar toen de moeder Stella zag... Mama! Stella, ik heb je zo gemist. Liet de moeder haar niet meer gaan. En had Stella geleerd dat regeltjes niet altijd leuk zijn, maar wel beter dan een paar zogenaamde sterke leiders die alles bepalen. Hi-ha! Wat bedoel je met A, B, C, D, E, F, G, K, Ja, en ik ook. Ja, en ik ben de directeur. En ik ook. En... jammer. Bijna. We hebben zo 2 eilanden. Nee, we hebben... We hebben zo op Drakeneiland 2 eilanden. De ene nee, is een beetje... kampen. Kampen. Oh. Ja. Op Drakeneiland hebben we 2 kampen. Die gaan we zo aan jullie voorstellen. De ene is wat wilder en de ander niet. Ja, maar nu stel je al zijn tekst ook. Nou, hier zitten onze leiders. Nou. Oh, Willem, wij! Het kan nog niet. Ja. Niet alleen wij, maar jullie ook. Jij ook? Mag jij? Niet alleen. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. Vergeet natuurlijk niet de film nog even een dikke like te geven. En verder abonneer je op ons kanaal, want dan mis je geen enkele film. Dus abonneren, liken en tot de volgende. Doei!